Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. En vandaag weer iets anders dan wat ik vroeger heel vaak deed, maar dus nu al heel lang niet heb gedaan, namelijk een shoplog. Ik was shoplogs aan het kijken en ik dacht ineens, ik heb dat al zo lang niet in een losse video gedaan en ik heb daar zoveel zin in. Dus vandaag een shoplog van Mango. Ik heb hier echt een mega doos staan. Hier is hij. En hij past niet op het scherm. Dus laten we maar beginnen. En uiteraard ga ik natuurlijk ook alles aantrekken. Dat film ik los hiervan, want dat doe ik even voor de spiegel, zodat we allebei kunnen zien of het me leuk staat. Maar laten we eerst kijken wat er allemaal in zit. Even kijken. Oh, er zit zelfs een envelopje in. Dat zijn volgens mij oorbellen. Nou heb ik niet zo vaak oorbellen in. Maar met dat thuiswerken dacht ik, dat maakt ze maar wel een beetje net eventjes alsof je er iets aan gedaan hebt, zeg maar. Dus ik dacht, misschien ga ik dat vaker doen. Maar mijn oren moeten er echt heel erg aan wennen. Want ik heb dus nu ook oorbellen in. En deze, dit gaatje moet ik voor mijn gevoel altijd opnieuw huizen. Ook een beetje rood volgens mij. Moet ik altijd opnieuw prikken, zeg maar. Dit zijn de oorbellen. Het zijn hele basic gouden ringen. Maar ze zijn zeg maar wat groter dan degene die ik nu in heb. Ik zal ze straks ook even laten zien als ik ze om heb, aan heb. Dus deze. En ik zal sowieso natuurlijk alles hieronder linken. In het kader van de glitters heb ik dit. De meeste dingen heb ik in een S besteld. En heel soms iets in een XS of in een M. Deze heb ik in een XS gedaan. Geen idee waarom. Maar het is een beetje een losvallend shirtje. Het is blauw met gouden glitjes. Ik dacht, ik vind het wel leuk voor de feestdagen. En hij zit zeg maar, hij valt wat losser aan de onderkant. En dat vind ik altijd wel prettig zeg maar met... Ja, kerst en zo, als je veel eet, al wel niet weet hoe dat dit jaar gaat zijn. Maar dat je dan gewoon lekker kan eten zonder dat je... Want mijn buik zwelt natuurlijk heel vaak op, omdat ik onder andere lactose intolerant ben. En het is wel heel lekker dat je dat een beetje kan verbergen in zo'n shirt. En ik dacht misschien leuk met een zwarte leren broek eronder. Als eerst heb ik het glitter shirt aan, which I love. Hij heeft hier een soort elastiekje. Het is heel lastig te zien, omdat het natuurlijk glittert. Maar hij heeft gewoon driekwart mouwtjes. En hij zit gewoon lekker los. Maar wel gewoon, echt een leuk shirtje. Je kan hem gewoon ook in je broek doen. Dit is trouwens ook een nieuwe broek hoor. Dus je ziet hier een stukje bontje hangen. En hij is dus wat langer aan de achterkant. Maar die kan je natuurlijk ook gewoon erin doen. Helemaal. Ja, echt een heel leuk feestelijk shirtje voor... De feestdagen. Deze neutrale trui. Nu ik hem zo zie, oogt hij vrij groot. Maar toen ik hem op het model zag, had ik het gevoel dat hij redelijk aangesloten zat. Ik dacht, dan wil ik hem net iets groter. Want dat vind ik gewoon net iets comfortabeler. Dus vandaar dat ik een M heb genomen. Maar ik vraag me nu af of het nodig is. Maar dat gaan we zo zien. Dit is een hele mooie, een beetje havermoutkleurige trui. Haverkleur. Met zo'n pofmoutje. Dat hebben ze sowieso heel veel bij de Mango. En ik hou er wel van. En dat vind ik ook, ook weer met dat thuiswerk. Ik heb bijna alleen maar bovenkantje besteld. Want je ziet eigenlijk in principe alleen maar dit in het scherm. Maar dan vind ik juist zo'n moutje geeft dan weer even net iets anders. Want deze trui heeft allemaal kleuren. Nou, dat zie je dus eigenlijk helemaal niet. Maar ja, deze. Nou, deze had ik dus niet in een M hoeven bestellen. Ik vind hem heel leuk. Maar hij zit... Ook wel, zeg maar, hij zit prima. Maar een S was ook prima geweest. Want nu, zeg maar, zijn die mouwen een beetje net lastig. Ik vind hem wel, zeg maar, voor de bovenkant heel leuk. Maar om dat te zeggen, fantastisch. Nee, gewoon omdat dit... Ja, wat moeten we ermee, zeg maar. Dan zou ik dit wel gewoon nog in mijn broek kunnen doen. Zo is hij eigenlijk wel leuk. Ik vind de kleur wel heel mooi. En hij is gewoon... Hij is prima, maar ja, dit zit ook, zeg maar, hij moet eigenlijk net iets meer op je schouder zitten. Het is gewoon net te groot, dus je moet hem gewoon in je eigen maat kopen. Oh ja, dit is weer iets simpels. Dit is een organic cotton basic legging. En heel veel van die leggings zijn highways en daar hou ik niet van. En ik had een legging laatst gevonden in mijn kast, maar het was een M en het zat niet. Maar dit vind ik dus ook heel lekker. Als ik zo aan het werk ben, ik heb heel vaak gewoon een joggingbroek aan, niemand iets ziet. Maar als ik bijvoorbeeld zo'n grote trui heb, vind ik het ook lekker om er gewoon een legging onder te hebben. Dan heb ik een leerlook legging, maar daar heb ik gisteren mee op de stoel gezet. En die stoel is nu paars, dus die moet ik gaan zien schoon te maken. Dus ik dacht,
Die is er niet geschikt voor, want we hebben witte stoelen. Maar dit is gewoon een lekkere basic zwarte legging. Leek me heerlijk. Dit is de legging. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon een hele basic legging. Hij zit wel echt laag. Dus daar moet je even rekening mee houden. Maar hij komt tot hier. Dat is niet heel hoog. Dat vind ik prettig. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat vindt. Hij voelt, of hij is ook een klein beetje, ik weet niet of je het kan zien, maar hij is niet heel dik. Je ziet een beetje mijn benen doorheen. En dat maakt dat ik hem in ieder geval niet ga houden. Want dat vind ik echt een beetje zonde. Het moet wel een beetje, zeg maar, als je mijn benen doorheen ziet, betekent dat je ook mijn billen doorheen kan zien. Nou zou ik hier nooit natuurlijk mee naar buiten gaan zonder iets langs over aan te doen. Maar nee. Nee. Dan deze trui die echt mega zwaar is. Hij heeft een beetje een soort ja, goud werkje erin. En ook een klein pofmouwtje. Of een klein pofmouwtje, hij heeft echt zo'n belmouw, zeg maar. Hoe heet zo'n ding? Zo'n wijde mouw die dan weer taps toeloopt. En deze heb ik ook in een S. Ik kijk altijd, want ik ben allergisch voor wol. Dus ik kijk eigenlijk altijd waar het van gemaakt is. En dus dit kan geen wol zijn, maar het voelt niet echt als wol. Maar het is wel echt een hele warme trui volgens mij. Which I love. Oh ja, dus acryl, polyester, polyamide, elastaan. Maar goed, ik kan dus niet tegen wol. Dus als het goed is, zit hier niks van wol bij. Mocht je daar ook allergisch voor zijn. Wat ik heel jammer vind trouwens, want ik vind wollen dingen wel altijd heel mooi. Maar goed, deze. En hij valt een beetje cropped. Ja, dit maakt me een klein beetje Michelin mannetje. Maar ik hou er wel van. Ik vind hem wel heel schattig met die glittertjes. Maar ook weer niet hysterisch, zeg maar. Die mouwen leuk. Deze zit ook wel een klein beetje, niet helemaal netjes op mijn schouder. Maar deze, ja, deze hoeft echt niet, deze hoeft niet, niet kleiner. Want dan sta ik het lijkt of ik een kindertrui aan heb. Deze vind ik wel heel, heel lekker zacht ook. Ja, hij is heel dik. Dikke, zware stof. In de categorie vrolijke kleuren in donkere tijden ben ik voor dit heerlijke zalmroze ding gegaan. En hier ben ik wel heel blij dat ik het zie. Want hij heeft namelijk hieronder zo'n touwtje. Dus je kan het zeg maar aantrekken en dan kropt dit omhoog. Maar ik hoopte al dat je hem ook gewoon lang kon dragen. Ook een heel mooi, weer zo'n mouw die dan los zit en dan weer strak. Wat ik altijd heel mooi vind. Ik vind het een fantastische kleur. Dit is de hysterische trui. En die kan je dus hier zeg maar aan die touwtjes zeg maar helemaal sexy maken. Nou, dat was niet mijn plan. Maar je kan dus ook gewoon, hup, die touwtjes verstoppen. Of allebei, is ook wel leuk, anders wordt het een heel twijfelachtig beeld. Zo. En zo vind ik hem eigenlijk heel leuk. Ik vind de kleur fantastisch. En hij is heel lekker zacht. De mouwen zijn zeg maar lekker los, maar ook weer niet mega ballonnerig. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind de V leuk. Ja, I love it. Dan een heel mooi vest. Nou, dit voelt echt wol. Ik ga even checken. Soms vergeet ik het te checken namelijk. Nee, geen wol. Dit vest, ik heb een heel fijn vest. Volgens mij van Stradivarius. Beetje zo'nzelfde kleur. Ietsje witter. Ietsje lichter, zeg maar. Maar ja, die is veel te groot geworden. Ik heb hem wel gehouden. Ik kon hem eigenlijk niet wegdoen omdat ik hem zo leuk vind. Maar hij is gewoon echt verzuipt erin. En niet in a good way. Maar deze met grove, gewoon een beetje grof gebreid. Ook weer zo'nzelfde soort mouw. Wel een beetje een korter modelletje. En met mooie knopen. Zo'n lekker oversized vest. Ik vind hem heel leuk. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik hem zou stylen. En ik denk als ik hem zeg maar gewoon met mijn joggingbroek aan doe thuis. Dat je echt denkt, Karine, wat wil je? Maar ik vind hem wel, ik vind het leuk dat hij hier een beetje los zit. Dus dan doe je hem zeg maar niet in je broek. Dan hangt hij gewoon een beetje zo los eroverheen. Ik vind de kleur heel mooi. Ik vind de knopen leuk. De mouwen, love it. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik hem zou stylen. Dus als je daar tips voor hebt, laat even weten. Hoe zou jij dit dragen? Ja, ik zou zeggen gewoon een high-waisted broek en dan boots of zo eronder. Of juist gimpjes. En wanneer draag je dit, zeg maar? Nou, al die leuke events die we hebben tegenwoordig. Dan een broek. Deze skinny cropped met een mid-waist. En deze is een beetje, dit is zwarte jeans, zeg maar. Tenminste, dat was wat ze zeiden. Gewoon een basic broek.
Ik heb heel veel donkergrijze broeken. Maar ik vond een zwarte eigenlijk ook wel mooi. En deze heeft dus een beetje cropped. Dat vind ik altijd wel leuk. En als je geen cropped wil, dan doe je gewoon je hoge laars eroverheen, zeg maar. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. Ik heb maat 36 genomen, omdat mijn 38 broeken van de Mango veel te groot zijn. Dus goede hoop. Dan de broek. Ja, die zit eigenlijk als gegoten. Hij is lekker stretch, zeg maar ook wel een beetje stevig. Ik vind zeg maar, de lengte van het cropped heel goed bij mij. Ik ben 1,71 meter, dus zeg maar 1,70. En dan zit hij gewoon helemaal prima. Hij zit netjes bij de billen, dat zie je natuurlijk nauwelijks, maar omdat het zwart is. Maar hij zit daar gewoon heel goed, hij zit hier lekker. Hij is niet mega high-waisted, dus als je van high-waisted houdt, zeg maar mijn navel zeg maar zit hier. Dus hij zit niet over je navel, hij zit zeg maar, nou ja, drie vingers eronder. Het lijkt alsof ik met zwangerschapsdingen bezig ben. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus hij zit nog wel een stukje onder je navel. Dus als je echt van high waist staat, is het niet. Dit is mid-rise. Dus dit is, ja, ik vind dit een hele lekkere hoogte. Maar ja, als je daar niet van houdt, snap ik het ook. Maar ja, ik vind dit juist heel fijn. Het zit ook gewoon lekker als je achter je, hè, op je stoel weer zit van het hele thuiswerken. Dan zit dit gewoon nog lekker. Van high waist krijg je af en toe een beetje, hè. Ik tenminste krijg het op een gegeven moment spaas met oud. Maar ja, nee, dus dit vind ik een toppertje. En dan deze groene trui die ook echt heerlijk voelt en heel zwaar. Weer zo'nzelfde mouw, omdat ik er gewoon van hou. Deze heeft een beetje een V'tje achter en een V voor. Hij ziet er wel vrij kort en strak uit. Dus dat vind ik nog even spannend. Maar ik vind de kleur echt prachtig. En dat is ook zeg maar een kleur die ik nog niet echt heb in truien. Ik ga dus meestal voor meer die neutrale tinten. Maar dit vind ik ook wel heel leuk. Of dus een zalmroze. Maar ja, deze voelt wel echt zeg maar, van alle stoffen zeg maar, het meest mij. Nou, hij valt minder krap zeg maar, dan ik dacht. Het stofje vind ik echt heerlijk. Het is echt heel lekker zacht, maar absoluut niet kriebelig. Het voelt meer als katoen, zeg maar. Ja, de V voor vind ik gewoon heel mooi. En de V achter is denk ik niet echt te zien. We gaan even kijken. Nou, een klein beetje. Maar het is niet echt dat je denkt, wow, zie haar gaan met haar V. Maar ik zou hem zelf, zou ik hem dus wel echt iets losser willen. Het valt me mee. Maar ik vind, zeg maar, ik hou ervan als het net iets losser zit. En niet echt figure hugging, zeg maar, is. En dat zie je denk ik nu niet zo goed, omdat het een donkere kleur is. Maar hij zit niet aangesloten. Maar hij zit wel, zeg maar, als je een flubber ergens hebt, dan zie je het wel. En dat lijkt nu misschien niet zo, maar dat heb ik ook. Ik ben ook gewoon een mens. Dus ik ga even kijken hoe de maat groter zit. Maar dan in een maatje groter. Dus dit is de crème kleurige. Die vind ik echt prachtig. En ik heb wel een paar mooie crème kleurige truien. Of tenminste, ik heb een paar crème kleurige truien, maar die zijn niet meer zo mooi. Want die zijn gewoon best wel, ja, de tand destijds heeft toegeslagen. En dan doe ik wel met zo'n anti-pul ding eroverheen. Maar pilletjes ding. Zo'n pluisapparaat. Maar ja, deze. En hij voelt echt heel fijn en zwaar. Love it. Ja, kijk, hier word ik dus echt intens gelukkig van. Dit is echt, dit is mij. Ik vind dit echt een fantastische trui. Ik vind hem heel leuk dat hij zeg maar nog net even een detail heeft bij die schouder. Ik vind hem gewoon veel beter zitten dan die groene. Dus zeg maar voor mij persoonlijk ben ik blij dat ik hem ook in een M heb besteld. En dat ik deze kleur in een M ga. Want ik vind deze kleur me ook echt beter staan dan die groene. Dus met kinderen totaal geen praktische kleur. Maar ik heb dit dus heel vaak gewoon als ik werk aan. Ja, I love it. Wat kan ik ervan zeggen? Ik vind hem gewoon fantastisch. En dan is laatste deze. En deze is zoals je ziet niet voor mij. Deze is voor Elen, maar ik vond hem zo schattig. En hij was in de sale. Ik dacht zo'n lekker oversized, een beetje oversized. Nou ja, oversized valt wel mee. 2 tot 3 jaar. Maatje 98. Truitje met allemaal gekleurde spikkeltjes, opgerolde mouwtjes. Niet te warm, niet te koud. Ze moeten wat warmer gekleed naar de opvang en ook naar school trouwens. Omdat ze heel veel de ramen en deuren open hebben staan vanwege corona. En zoveel hele warme dingen heb ik niet. Want ja, zij heeft het wel sneller koud dan Niels. Maar ik heb haar nooit hele warme dingen aan. Maar dat doe ik dus nu wel iets meer. En ik dacht nou een paar extra truien zou wel lekker zijn. Dus deze vond ik echt heel cute. En dat was de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ben in ieder geval
met een aantal items heel blij. En ja, ik zie jullie heel graag snel bij een nieuwe video. Vind je shopvlogs leuk en wil je er meer van zien, doe dan vooral een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, dan zou ik het fantastisch vinden als je dat nog even wilt doen. Door op de abonneerknop te drukken en het liefst ook op het belletje. Want dan hoor je het zodra er een nieuwe video is. Want ik ben nog niet heel stabiel in mijn uploadschema. Nou ja, mocht je daar meer over willen weten, kijk dan even de video die ik hierboven link terug. Dan snap je waarom. Maar ja, ik hoop dat je deze shopvlog leuk vond. En laat vooral weten of je dat vond. Of wat je nog voor andere dingen wil zien. En wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En graag tot snel. Doeg!